Eigenlijk bestaat dat hier nog niet zo lang, denk ik. Maar ik heb dus een uitnodiging gekregen van een collega kunstenaar. En die maakte reclame voor me op Perron voor zijn tekeningen en schilderijen. En ik vond dat wel leuk. Ik wou dat ook wel doen. Samen met mijn broer. Ja, en het is hier een fantastische locatie. Hè. Ondertussen kom ik hier ook wel een paar keer naar optredens kijken. En ja, je zit in het groen. Het podium is geweldig en het zijn hier heel toffe mensen allemaal. Dus het is echt wel een hele toffe locatie om hier wat tentoons te stellen. Hè. Dus het Perron werkt eigenlijk op vrijwilligers. Een hele toffe groep, hele toffe mensen. En dat maakt ook eigenlijk een deel van de goede sfeer hier. Hè. Ja, zeker en vast. Ik ben er van verschoten. Ik had niet zoveel volk verwacht. Eigenlijk. Nee, het was heel leuk. Ja. Allee, veel respons gehad van veel mensen. Het is plezant om te zien hoe dat mensen naar uw werken kijken. En toch wel alles erin zien wat dat jij zelf niet ziet. Dat vind ik toch ook wel. Ja, ja, dat is plezant. Ik heb over al mijn werken andere dingen gehoord. Ja, ja, dat is plezant hoe dat andere mensen naar uw werken kijken. Dat is heel leuk om eens je eigen werken, dat meestal gewoon in Oliving hangen, eens tentoon te stellen aan iedereen die het wilt zien. En daar heel toffe reacties op gekregen. Ja, ja. Ja. Dat is een oog. Ik zie u. Dat is een kikker. Ja, maar hij moet je oog, hè, broer. Dat is, ja. Ja, maar het blijft een kikker, de pijlgifkikker. Ah, een pijlgifkikker. Pijlgifkikker, hè, ja. Ja, ofwel een groene kikker dat rood heel is. Bronstig is. Dat kan leuk. Ja, houd dat maar op een pijlgifkikker. Ja, dat vind ik een mooie naam. Vuur en warmte en dat alles toch wel ronddraait, blijft draaien. Ja. En dat er bomen voor staan, de struggles in het leven. Ja, ja dat klopt wel een beetje. Ja, ja. Hé, hey, goed hè? Ja, je kunt het op verschillende manieren bekijken. Hè. Wat is vooral van de energie die vanuit de natuur komt, ga je zelf mee opvolgen. En als je die energie mee volgt, dan komt eigenlijk wel tot harmonie, tot je eigen. Daar gaat hem eigenlijk een beetje over. Ja, maar ik had het proberen mee te gaan met de natuur en dan komt het wel allemaal in orde. We gaan dat nog doen, hè? Ja, we gaan dat nog doen. Ja. Hier, hè? Hier, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Misschien niet ieder jaar, maar om de 2 jaar of zo. Hè. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Is goed.